Zo, Carlton. Die belt mij vanavond terug en ik word klant. Tenminste, als hij met een goede offerte komt en mij overtuigt van zijn betrouwbaarheid. Deze schilder denkt... Nou, het is duidelijk. Ik zou eigenlijk niet eens meer hoeven kijken. Hij kent dit type huis. Weet met zijn ervaring wel wat ons ongeveer te wachten staat. Kan een goede aanbieding doen en kwaliteit leveren. Ik heb het gezien. Als we het nou eens afmaakten op 9 mil. En zonder btw is dat hoor. De schilder is tevreden en denkt... Dat is een scherpe prijs. Daar krijgt hij kwaliteit voor. Dit kan hij niet weigeren. Maar de klant denkt, dat heeft hij snel uitgerekend. Dan zal hij het allemaal wel lekker ruim genomen hebben. En erg grondig heeft hij het niet bekeken. Zou het wel een vakman wezen? De koop gaat niet door. Klant ontevreden, schilder ontevreden. Was dat nou nodig? Ja, dus vliering op. De badkamer is afgelanceerd, de dakkapel is genoteerd. En ja, over 2 dagen kunt u zo verder verwachten. Zo is het beter. En dit ontvangt de klant hooguit 2 dagen later. Zoals beloofd, een keurige offerte. Goede prijs, vakkundige indruk. En hij werkt de zaak perfect af door enige dagen later even te bellen. Zo kan hij eventuele vragen van zijn mogelijke nieuwe klant beantwoorden en nog extra tips geven. Reken maar dat deze klant ja zegt. Ja, ik dank u voor uw opdracht. De schilder was in beide situaties dezelfde vakman. Nog beter is het als u zelf even meekomt en die mensen voorstelt. Daar zijn we dan. Morgen. Bovendien kunt u met uw voorman dan nog even aan de hand van de situatie het werkplan doornemen. Dat voorkomt misverstanden en maakt een zeer geruststellende indruk op uw klant. Ja, dat had ik ook al een idee. En ik ga naar de slaapkamer. Want ze doen het nooit precies zoals u het zou doen. Dus probeert u in uw streven naar perfectie op elk werk de touwtjes in handen te houden. Maar wat is het resultaat? Uw mensen gaan steeds meer op u leunen in plaats van zelf beslissingen te nemen. Hun motivatie zakt in. Maar uw hoofd loopt intussen over omdat u te veel in de gaten moet houden. Gevolg, u gaat fouten maken. En dan gebeurt er juist wat u wilde voorkomen. Maar en dat u zelf bij de oplevering bent, zal uw opdrachtgever waarderen. Mevrouw, voor ons vetten de 2 kleuren. We hebben een dichtgeketen in verband met de vochtdoorlating. De oplevering is het uur der waarheid. Maar hoe was die waarheid ook alweer? Vaak blijken hier misverstanden te zijn ontstaan, doordat in het begin dingen niet goed zijn doorgesproken. Laat staan, schriftelijk vastgelegd. Zou dat plafond nog in dezelfde tint worden meegenomen of was wit afgesproken? Een andere bekende verlies, die niet alleen door u, maar door al uw medewerkers moet worden aangevoeld. Het is iets dat je met z'n allen doet. Een mentaliteit om altijd van goed naar beter te willen. Constante kwaliteit van jezelf, van je medewerkers, kortom, van het bedrijf in topconditie houden. Want ook uw bedrijf, of het nou groot is of klein, is geregeld aan een kwastje toe.